Een groep hoofdofficieren, officieren en een manschap zijn vandaag bevorderd in een naast hogere rang op het hoofdkwartier van de brandweer aan de Gemeenelandsweg. De bevorderingen stonden volgens waarnemend commandant brandweer Ulrich Edam hoog op de agenda. De overheid heeft bij de recente protesten geluisterd naar de kreten van de gewapende machten, zegt Edam. Alle bevorderingsvoordrachten die pending zijn, moeten uiterlijk december van dit jaar worden geëffectueerd. Dus collega's die vandaag nog niet worden aangekleed, ik vraag even geduld. Het komt zeker goed. Vandaag zullen we een aantal personeelsleden, waaronder officieren, hoofdofficieren, officieren en eenmanschap aankleden. Collega's, elke bevordering in de naast hogere rang is meer dan een promotie alleen. Het is ook een erkenning van uw inzet. En natuurlijk gaat een bevordering gepaard met meer verantwoordelijkheid. Verder dient deze ook om als motivatie om steeds beter te worden in het brandweerwerk. Met de ontwikkeling van de oil- en gasindustrie zullen er meer uitdagingen op ons afkomen. We moeten daarop voorbereid zijn. Meneer Tamoxi van Justitie en Politie, in te zijn met de bevorderingen, ondanks het een kort. Het overleg, de communicatie is er altijd, maar de besluiten worden genomen, maar de afhandeling laat soms te wensen over. Ik zal hier geen inventarisatie presenteren, maar u bent op de hoogte van wat er allemaal achter de coulissen gebeurt, waarvan wij toch niet alles in de hand hebben en pas als we toch wel wat tamtam maken. Gelukkig gaat u niet spuiten, want if you spuit u dat wel erg. Wordt er dus, lijkt het alsof er dus acties worden genomen, maar dat moet nu bij u gaan leven. De minister geeft verder aan dat het niet zo moet zijn dat er eerst acties gevoerd moeten worden voordat de bevorderingen in orde komen.